Hi, Robin hier en welkom bij alweer de 15e aflevering van House Flipper. Vandaag gaan we de achtertuin verbouwen en daar gaan we gewoon een soort van een weigaard van maken. Want ik zie dat hier ook iemand voor een paar maanden weg is en ze graag alcohol wil maken of produceren voor wijn. Zul ik graag aan beginnen. En ze zei net dat de voortuin zo moest blijven dat ze het niet opvalt als het terugkomt. En ik moet zeggen, die voortuin is ook zeker erg mooi. Ik moet gewoon de tuinman uithangen vandaag. En dus gaan we eerst maar even lekker beginnen met maaien. En dan gaan we daarna wel verder zien wat we gaan doen. Ja, ik heb hier wel een stukje gemaaid ondertussen. En ik moet nu wat vijf planten moet ik gaan planten. Ik ga deze even upgraden, want die is nog over. Dat zijn. Hoe heet die planten nou? Bakkers. Oftewel een grapefruitplant. 2, 3, 4, 5. Oh, ik mag ze gewoon planten waar ik ze neerzet. Oh, daar hebben ze geen moeite mee. Zo. Wat water erbij. En dan is het klaar. Nou, dit is dus inderdaad het, denk ik, het hele TLC-gedeelte. Als dat ook daadwerkelijk het geval is, dan heb ik wel zoiets zo van. Dan zit voor mij ook wel daadwerkelijk de laatste aflevering geweest. Het dus zou er jammer zijn, even dat vooropgesteld. Maar als het inderdaad weer zo'n herhaling is als dat de voorgaande keer is, even los van dat die tuin wel ontzettend mooi is en dat je iedere keer andere tuinen ziet, heb ik zoiets van, nou, ik vind het voor mij dus niet waard om een video op te nemen met dit soort dingen. Want voor mij gaat er best wel veel tijd in zitten om het überhaupt te maken. En ja, ik heb ook gewoon een baan naast het maken van YouTube-video's. En daar heb ik ook iets te veel mee bezig soms, maar goed, hey, dat hoort erbij. Hij deed het niet. Dus ja, weet je, het moet voor iedereen moet het leuk blijven, want uiteindelijk ben ik wel degene die jullie aan het entertainen is. Ja, en dan, oh, en op een gegeven moment dan moet er inderdaad wel een grens zijn van wat ik kan en wat ik zou willen doen. Eerst vallen onkruid verwijderen. Maar dat is dus een beetje hoe ik erover denk. Oh, ik zie onkruid. Zeg, ik was op zoek naar onkruid, ik kon het even niet snel vinden. Kan je nagaan hoe goed het allemaal verstopt staat. En er zit dus nu nog ergens nog veel meer onkruid. Ik mis dus ergens nog één stukje. Nou, dat geloof ik wel. Ik moet hier wel dingen genoeg gaan planten. Medium cherry tree. Moet ik er veel verplanten? Moet ik er twee voor twee? Ja, twee verplanten. Weet je, ik zou eigenlijk ook oprecht zou ik ook niet eens boos zijn als je kind zou zeggen van ja, maar ik heb je tuin verbouwd, ik heb er allemaal groenten in gezet en zo en fruit. Eigenlijk zou dat alleen maar chill zijn, want en het is gezonder dan wat je in de winkel koopt, dat is één. En het is een stuk goedkoper. En het zorgt ook voor dat je gewoon lekker buiten bezig bent. We zitten allemaal, waaronder ook ik, zitten gewoon veel te veel buiten. Of zitten veel te veel buiten. Zitten we allemaal veel te veel binnen. En ja, dat moet gewoon gaan veranderen. Gewoon lekker naar buiten toe, lekker in de tuin werken. Maar je ziet ook wel dat mensen blijven ook gewoon steeds meer binnen zitten. Of tussen vooral kinderen. Heel de dag op de telefoon en. Ja, je krijgt niks meer mee van wat er in de. Ik ga verder op zitten. Je krijgt ook niks meer mee van wat er in de wereld gebeurt. En dat is gewoon zonde. En ja, ik kan nou wel zeggen van ja, je krijgt niks mee wat er in de wereld gebeurt. Nou ja, op zich. Als je de hele dag op telefoon zit, krijg je juist ook mee wat er allemaal in de wereld gebeurt. Nou ja, ik heb dan voornamelijk meer over de sociale contacten. Want ja, dat heb je al niet. Anders zit je alles maar met je telefoon en zo te doen. Corners. Ik moet weer nog wat planten.
underscore smash. Moet ik er twee van neerzetten. Zo. Dat zijn twee flinke bomen. Ja, al die dingen hebben Latijnse namen. Ik weet dus sowieso niet hoe ik ze uit moet spreken ook. Ik had wel verwacht die meer water nodig zou hebben. Blijkbaar niet. Dat is ook raar. Heb je zo'n grote boom, die heeft dus amper water nodig. En heb je zo'n plant, die heeft dan heel veel water nodig. Is dat dan omdat het een boom is, dat die minder water nodig heeft? Of is er iets in mijn logica of in de logica van het spelletje wat stuk is? En dan ga ik nu even het laatste plantje erin zetten en dan kunnen we hem afsluiten. Er zitten nog wat extra stukjes onkruid zit erin. Maar ik heb geen flauw idee waar ik die onkruidjes kan vinden. Dus dan ga ik lekker de order afsluiten. Ik heb er ruim $2000 voor gekregen, dus dat vind ik meer als voldoende. En ik ga het denk ik ook maar gewoon hierbij laten. Tenzij er één heel spectaculaire order komt dat ik zeg van nou, ik ga ermee door. Tuin opruimen en een stukje hemel afmaken. Nou, weet je, ik vind het helemaal mooi geweest. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Als je het hebt gedaan, laat dan een like achter. Wil je meer video's van mij zien of wil je andere video's van mij zien, laat het dan of weten in de reacties. En abonneer dan ook gelijk. En als je bent geabonneerd, zet ook het belletje aan, zodat je een bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu, later.